weer. Het is een ex-lijfwacht van een ex-vriend, van de ex-vrouw, van een ex-premier van ex-Joegoslavië. Hoe dat jij je zo kunt bezighouden met al die roddels, hè? Dat snap ik. Roddels? Ik interesseer mij tenminste voor wat er in de wereld gebeurt. Zolang het over seks en schandalen gaat, ja. Ja, jij vindt dat niet interessant, zeker? Nee, ik lees lectuur van niveau. Zeg, ma, welke van die boekjes vond jij het beste? Liefde kent geen grenzen of de dokter is een meisje? Markske, gaat het zo'n beetje nu bieken weer naar Amerika is? Oh, alhoewel, nu dat ze weg is, weet ik niet altijd goed wat doen. Ja, en als ze thuis was, wel zeker. Ja. Misschien kunt je Paul wat helpen in het huishouden nu Doortje bij haar zieke moeder logeert. Ah ja, ja. Nee, liever niet, hè. Ik zou graag hebben dat alles heel blijft. Salut, les copains. Hé, hey, voorzitter. Markske, tournees en herhaal, want ik heb groot nieuws. De voorzitter is weer op veroveringspad, denk ik. Ja. Wat heb jij dat groot nieuws? Dan is Stefanie van Meccano nogal wat interessanter. Monaco. Luister. Als voorzitter van FC De Kampioenen vind ik dat het hoog tijd wordt dat onze ploeg wat meer cassette krijgt. Een cassette? Nee, cassette. Stijl. Ah, dan krijgen we eindelijk nieuwe truitjes. Nee, veel origineler. Ik ga met een maandelijks clubblad beginnen. Oeh, jongen, een clubblad. Dat zijn toch maar een paar gestencilde blaadjes in een kartonnen kaftje geniet. Dat van mij, dat wordt de grootste kameraad. Op van dat blinkend papier in kleur en al. Het grootste clubblad van de Benelux. En dat staat dan vol bij sport en cultuur en mode en business. En vooral veel nieuws over de ploeg, hè. Kan niet op. Wat denk je ervan? Dat je goed zot bent. Wie koopt er nu zo'n blad? Er gebeurt hier nooit iets. Ah, nee? Nee. En dat er een nieuwe trainer komt, is dat geen nieuws misschien? Maar lief? En onze Xavier dan? Daar had ik ons wel eens eerst mogen over spreken. Ja. Nou, zeg, zo zou ik nog voor niks mijn assist onderbreken om naar de training te komen. Ik heb u allemaal gewoon liggen, hè. Oh, komt er dan toch geen nieuwe trainer? Jawel, maar het is maar de stagiair van de voetbalbond. Oh, nee. Xavier mag hem opleiden. Ja. Oh. Als dat geen nieuws is. Ja, dat moet ik direct aan Pascalke vertellen. Die gaat groen worden van jaloezie als ze hoort hoe belangrijk mijn ventje wordt. Is ook een... Meneer Boma, zo'n clubblad, wie gaat zich dat eigenlijk aan interesseren? Aan niemand natuurlijk. Maar wel, als ik er elke maand naar centerfold in plaats met mijn mispenalty. Ik kan het kunnen denken. Wat is dat eigenlijk, zo'n centerfold? Hoe is dat zo'n centerfold? Alex, Xavier Vertongen weet nog niemand dat een centerfold is. Jij, Markske, toch. Vertelt gij het hem, jongen? Ja. Nou wel, De blootfoto, kieken. Ja. Dat is het zelf niet. Wedden dat mijn clubblad een schot in de roos wordt met zo'n mispenalty. Mispenalty? Ja, Pascalke. Dat is de mascotte van mijn nieuw clubblad. Ja, en ze staat op de bloot... Bladzijde van de charme. De charmante bladzijde, zo gezegd. Ja, de charmantste vrouwen uit de streek, voorzitter. Ja. Oeh, zeg. Balthazar. Heb jij al iemand op het oog voor je eerste nummer? Want anders, met plezier, hè? Ja, als er hier iemand charmant is, ben ik het toch zeker. Ik moet op die bladzijde komen en niemand anders. Ja, je kunt misschien samen op de foto. Ja, daar zal veel volk komen, dan kijk ik. Ben gedacht. Balthazar, wie wordt het nu, ik of Carmen? Ja. Ja, maar dat gaan we later nog wel zien, hè. Ik heb eerst een redactie nodig. Zeg. Ik wil wel een artikel over gezonde voeding voor sportmensen schrijven. Als u dat zou interesseren, hè. Als het maar over Boma-worsten gaat, is het mij al lang goed. Ja, maar ik zal ook een artikel schrijven over mijn gloriejaren als keeper. Amai, dat gaat een kort artikel voor. Voilà, vrienden. Dat is de spirit, hè. En nu heb ik nog een hoofdredacteur nodig. Oh, Ike. Ik heb toch niks anders te doen in dat biekenwiggies. Ja, merci Vertongen, maar we moeten democratisch blijven en iedereen een kans geven. Hè. Wie wil er nog hoofdredacteur worden? Ik heb nu te veel verbeterwerk. Ja, en ik moet die nieuwe trainer begeleiden. Oh. En ik moet ervoor zorgen dat Xavier zijn werk goed doet. Sloepertje, je zou er die jongen een heel groot plezier mee doen. Ja. Allee, het is goed. Vertongen wordt hoofdredacteur. Oh, dank u, meneer Boma. Ja, maar dat is toch niks voor u, secretaresse spelen? Laat mijn stagiair bellen. Durf niet, hè?
Ik ben hier en ik blijf hier. Luister, ma. Het is vriendelijk dat jij gratis en voor niks nog wel Doortje wil vervangen, maar... Doortje? Ik begrijp niet dat je die Trien in dienst wilt houden. Hier, je moet die boekhouding eens bezien. Ja, als voor u hetzelfde is, hè. Liever niet. Maar enfin, dat trekt dan niet op. Maar goed, ik zal mij daar een keer serieus mee bezighouden. Ja, maar ma, dat kunt je met... Enfin, ik bedoel, u toch niet aandoen? Een goede secretaresse is essentieel voor een gezond bedrijf, Dimitri. Jij wilt dus absoluut mijn secretaresse zijn? Ja, natuurlijk. Ja, je begrijpt dan wel dat ik uw hiërarchische meerdere ben? Tja, zo had ik het nog niet bekeken. Nou, ik ook niet. Maar als dat is wat je wilt, geen enkel probleem, hè. Als je me nu eventjes wilt excuseren. Geef mij eerst eens een tasje koffie. Ja. Hallo, met de secretaresse van Dimitri de Tremery, chef-comptable van de DTOK Kaars. Ah, de stoel van Doortje is al bezet, hoor ik. Met wie spreek ik? Met Baldassare Boma. Kan ik deze middag mijn voiture brengen om te laten smeren? Momentje, ik zal eens zien. Alsjeblieft, mijn melk. Zwart. Natuurlijk in zwart, hoe anders? In zwart? Maar dan zit je aan het verkeerde adres, hè? Salut! Die worstenfabrikant wilde zijn auto hier in zwart laten smeren. Het is niet waar, hè. Er zijn toch mensen die zich voor niks schamen. Ela, waar gaat jij naartoe? Voortoen, waarom? Je kunt zien dat je dat kot hier begint te kuisen, hè? Waarom? Omdat ik in zo'n zwijnenstal niet kan werken, Dimi. Ja, maar ik ben nu een hiërarchische meerdere. Kuisen of ik ga naar de vakbond. Ja, maar... Ja. En wat vind je hiervan? Een stripverhaal met FC de Kampioenen. Vertongen, wie gaat er zich daar nu voor interesseren? Ja, ja. En dan heb ik nog... Ga mij een keer een kopje koffie halen. Ja. Hallo, met modellenbureau Pinup. Goedendag, met Baltazar Boma hier. Ik ben uitgever van het Lifestyle magazine Penalty. En ik had graag een fotomodel bij u ingehuurd. Wat voor soort foto's? Zeg, meneer Boma, ik... excuseer. Ja? Ja, zeg, je moet op mij niet letten, hè. Ja, excuseer, hè. Wat voor soort... Puur natuur, als je begrijpt wat ik bedoel. De mensen moesten eens weten wat jij in je worsten draait. Model, ja, dat mag iets rond zijn, maar dan ook weer niet te, hè? Zeker 90% vet. Blond zal wel goed zijn, zeker, hè? Ja, dat is dan afgesproken. Dank u. Meneer Boma, jij bent ook niet gebarsten van uw eerste leugen, hè? Wat wil je daarmee zeggen? Sinds wanneer verkoopt jij ronde, blonde worsten? En uw natuur? Mijn marketingbeleid is uw zaak niet, hè? Zeg maar liever eens wat je komt doen, want daar werk je hè? Ah, wel, ik wou het daar straks niet zeggen, hè, meneer Boma, waar iedereen bij was. Hè. Maar mag ik u eens een goede raad geven? Oh, merci, Marx. Als het niet anders kan. Ah, wel, dat blad van u, hè? Dat wordt niks. Neem het van mij aan. Maar nee. Ah, nee. En waarom niet? Als uitbaatster van een gazettenwinkel weet ik toch wat het beste verkoopt, hè? En dat is... Oh ja, stripverhalen. Nee, de menselijke kant achter het nieuws. Wat bedoel je daarmee? Wie bedriegt wie? Wie is er nu weer aan de drank? Wie ligt er in haar blote te zonnebaden? Ah, huh? Dat is toch geen slecht gedacht, mijn gedachte. Maar wie gaat dat soort artikel schrijven? Oh, ik natuurlijk. En Markske mag mee als fotograaf. Ja, maar... Ik ben toch al hoofdredacteur, hè? En dan? Als je een goede hoofdredacteur wilt worden, moet je ervaring hebben met veldwerk. Bon, dat is in de zakos. Oh, merci, meneer Boma. Je zult het u niet beklagen, hè? Ik beklag het naar nu al niet. Godverdekker, ik ben een respectabele Rio-journalist, hè? En zeg maar dat klopt hier aan geen kanten. Dimitri! Nog een tasje koffie, ma. Als ik die boekhouding van u moet geloven, dan zou jij al lang failliet moeten zijn. Ja, een kleine zelfstandige heeft het niet gemakkelijk. Jij vervangt blijkbaar onderdelen die ik zelf nooit in huis heb gehad. Leg mij dat eens uit. Het Doortje, hè. Altijd zo verstrooid. Maar je fraudeert toch niet zeker, hè? Want zo heb ik u niet opgevoed, hè, manneke? Ik? Frauderen? Hoe kom je daar nu bij? Daardoor. Jij hebt toch geen tweede boekhouding, zeker, hè? Zo eentje die het daglicht niet kan verdragen. Jij durft zoiets vragen?
aan de Nederlandse garagist van West-Europa en omstreken. Wat zit daarin? Wat bewaring? Daar, in die brandkast. Niks. Gewoon wat familiefoto's van u. En van mijn eerste communie en zo. Ah, ja? Laat mij dat maar een keer zien. Maar dat is privé. Pardon, ik ben op zoek. En wie zei jij nu weer? Ik ben de stagiair. Ah, zo. Dus toch. Je hebt dus toch iemand achter mijn rug opgebeld. Maar nee, ik weet van niks. Liegen en bedriegen, is dat alles wat dat jij kunt? Maar echt, je moet mij geloven. Zwijg. En jij, juffrouw, bal het maar rap terug af. Want je bent hier aan het verkeerde adres. Ja, die indruk heb ik ook, ja. Ik ben op zoek naar Balthazar Boma. Ah, Boma? Ah, die woont in Konijnenveld 69. Waarom heb je die nodig? Ik kom stage lopen als trainer bij FC De Kampioenen. Stage? Bij die pottenstampers? Allee, zeg. Weet je wat? Dimitri! Wij waren nog niet uitgepraat, hè? Oké. Bedankt. En nu ga je eens goed naar mij luisteren, hè? Als je nog één keer een scheve schaats rijdt, zal het uw beste dag niet zijn. Verstaan? Maar als u weer erg is, overste, eis ik dat ge... Zwijg! Ja, maar... Entrez. Meneer Boma? Ja? Wij hebben een afspraak. Oh, maar natuurlijk, maar... Excuseer, maar ik had u niet zo rap verwacht, moet ik zeggen. En ik had een blootje besteld, hè? Maar ja, voor de rest valt het fijn goed mee. Mijn haarkleur is toch niet het belangrijkste? Nee. Ah. Natuurlijk niet. Het is uw ervaring en uw talenten die tellen. Ja, vertel een keer, wat heb je zoal gedaan in de branche? Ik ben natuurlijk nog maar stagiair, hè. Je bent nog maar... Je bent een natuurtalent, daar ben ik zeker van. Dank je. Weet je wat, ik zal direct onze fotograaf bellen, dan kunt je u al klaarmaken voor de proefopnames. Proefopnames? Ja, voor ons clubblad, hè. Ah, dat is een leuk idee. Ja, dat vind ik ook wel gedacht. Gaat u trainingspak aanhouden? Ja, vindt het niet schoon misschien? Ja, het is een heel schoon. Maar ja, de foto is wel een speciale foto, hè, voor het moraal van de ploeg op te krieken, hè. Oh, zeg maar, dan heb ik een veel beter idee. Ja, ik ook, mijn gedacht. Misschien kan ik ineens met jou de ploeg op de foto staan. Een groep. Je zult het nog verschoppen, mijn gedacht. Ik hoop het. Ik droom al heel mijn leven van niks anders. Ah, dan zult je niks op tegen hebben dat ik eerst eens de Barsadis respecteer. Ze geen lapluik is van mijn lijf. Wie dat je bent? Uw stagiair trainer, Chris de Man. Je hebt uw naam niet gestolen. Dat is een halve. Xavier. Ja, dank u, Mark. Oh, Mark. Verwennen, is dat met één of met twee ennen? Met wie? Zet je mijn maandes aan het schrijven, Xavier? Nee. Iets veel beter. Ik ga vertellen over mijn Pieter Vogeltjes. Ja, dat is iets anders dan altijd die voetbal, hè? Ja, mannen, ik wil u weer aan iemand voorstellen. Ah, is dat nu Miss Penalty? Balthazar, dat gaat mij beloofd. Ja, maar dat is Miss Penalty niet. Dat is onze stagiair, trainer Chris de Man. Tja, dat is precies een vrouw. Ik zal niet wachten, Slaas. Ik zal u alles leren wat ik weet over het trainen van een voetbalploeg. Dat gaat ook lang duren. En dat is onze keeper, Markske. En Paul, onze beste speler, die kon er nu helaas niet bij zijn, maar die zult je straks wel ontmoeten. En dat zijn de mannen. Hey. Hallo. Meneer Boma vertelde mij dat jullie deze namiddag gingen trainen. Ja, ik zal u wel tonen hoe het moet. Oh, mag ik de training misschien zelf geven? Want ik blijf hier maar 3 dagen en ik wil zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ah, ja. Wat denk je ervan, mannen? Hè? Ja? Maar die komen klagen dat je niet kunt volgen. Hè? Trouwens, waar wil je mee beginnen? Ik zou eerst jullie algemene conditie willen testen. Ah. Oké. Ik beloof u, je zult er stom van staan. Ja, zo slecht. Dat is toch niks, hè. Kom aan. Dat kan beter, hè. Sneller met die benen. Tempo. Blijven zitten. Allee, ja, jongens, stik daar een keer wat tempo achter. We zijn precies een bed door madame.
Chris, Chris, kijk hè. Goed hè. Jongen, jongen. We zijn hier toch niet gekomen op zotte kanuitdagen, hè? Wat moet Chris van ons wel denken? Meneer Boma, uw schoenen uit. Kom een beetje dieper. Chris! Chris, kijk! Een momentje, Xavier. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Xavier, toch hang jij hier al lang zo? Chrisje, wat denk je hiervan? Bovenlichaam stil. Bovenlichaam stil. Chris, Chris, kijk eens. Alleen een kilometer. En zonder mijn handen. Ja, je bent ook al bijna 20 minuten bezig. Oh. Wacht, over 10 minuten kom ik terug. Chris, Chris, Chris. Pascalke, een dubbele porto, want ik heb het nodig. Wat is er nu weer? Dat is die stomme buurt hier, hè. Geen enkel schandaal te vinden. Ja, het is hier ook Monaco, niet hè, Carmen? Nee, tegen wie zeg je het? Zeg, hey, Boma, heeft hij nu niet proberen te bedriegen deze week? Nee. En als hij dat zou gedaan hebben, dan zou ik dat zeker niet aan uw neus hangen. Zeg, hoe kan de pers nu haar werk doen? Jee, wat heb jij gedaan? Och, niks, een beetje getraind. Zeg, maar wat scheelt er? De marathon gelopen of zo? Ja, maar de machine was kapot. Maar nee, dat is die stagiair trainer, dat is een echte beul. Oeh, daar zit een verhaal in. Sadistische trainer, martelt, weerloze voetbalploeg. Ik ben geradbraakt, hè. Alleen een dagschotel kan mij nog redden. Bedamateurs, wat moet die Chris van ons wel denken? Chris, wie is Chris? Wel, de stagiair-trainer. Wacht tot ik die te pakken krijg. Ik zal dat trainerken eens een vet geven. Oh, oh, Paul. Pas maar op, want het is een harde. Ik ken dat soort. Die zijn pas afgestudeerd en dan denken ze dat ze alles beter weten. Toch niet met de kampioenen, hè, mannen? Zeg. Oh, dat is ze. Chrisje? Zet jij dat? Polleke? Amai, Stefanie van Meccano is er niks tegen. Monaco. Zeg. Zet jij onze stagiair? En jij zit een beste speler van de ploeg. Ik had het kunnen denken. Paul, gaat ze nu nog een vet geven? Nee, Mariske. Ja, mensen. Chris en ik, we waren vroeger goede vrienden. Hè? Amai, je bent er met die trezenbeest met haar smurven brilken ook niet op vooruit gegaan. Is dat al lang geleden, Paul? Ah ja, meer dan 5 jaar, hè. Wij waren samen tot ik naar Afrika vertrok. En ik wilde liever in België blijven. Ah ja, natuurlijk, met al die wilde beesten daar, hè. Zeg. Allee. Dag, madame Chris. Ik ben dus Waterslagers Carmen, society reporter van het clubblad De Kampioen. Hebt ge Paul veel gemist? In het begin wel natuurlijk, hè, omdat wij niet meer ruzie uit elkaar waren gegaan. Geen ruzie, hè? Maar dat gaat over. Ah, dat gaat over. En hoe was Paul in bed? Carmen, zeg, kom, dat zijn uw zaken niet, hè. Ja, maar, nee, Chris, wat wil jij drinken? Nee, ik heb er geen tijd meer voor, anders mis ik mijn trein. Moet jij elke dag met de trein op en af? Ja, morgen vroeg kom ik terug. Ja, maar voor ons moet je al die moeite niet doen. Dat vind ik ook, zeg. Je kunt toch blijven logeren? Ah, natuurlijk. Ik heb kamers genoeg. Je kunt bij mij logeren. Ja, maar zou dat geen problemen geven? Nee. Allee. Mijn vriendin is juist voor een tijdje weg, dus ik heb echt plaats genoeg. Hè. En dan kunnen we ineens een beetje bijpraten. Oh, zo heet dat tegenwoordig. Ay, kom, jij. Oh, is dat goed als jij zeker zit dat dat geen last is? Nee, absoluut niet. Kom maar mee. Dan kunnen we ineens een beetje verfrissen. Een beetje verfrissen? Ja, Markske, onmiddellijk meekomen en pak je fototoestel mee. Waarom? Omdat Paul Doortje gaat bedriegen met zijn ex-lief. En als we dat niet in dat clubblad zetten, dan gaat dat arm schaap dat nooit te weten komen. Kom. Oh.
Slechts dat. Ella! Je gaat hier toch de trainer van de veld niet binnenbrengen, hè? Het is alleen genoeg dat jij er woont. Wilt je eens met de wijgenzaak hebben, mooie onkeltje? Dan heb je al werk genoeg. Santskaya, stukje playboy. Dimitri! Tegen wie brulde jij daar zo? Niemand. Dat was tegen mijn eigen. Ja, ik krijg die bouwtje niet los. Stukje playboy. Altijd zo opvliegend, hè. Helemaal uw pa zaliger. Kom, Markske. Voelt ons op de plaats van de misdaad. Ja, maar wat moet ik trekken? Alles. Elk detail kan belangrijk zijn. Ja. Ja, wilt je smaken dat gaat mijn infrastructuur zijn? Ik moet hier werken. Dimitri, stop met mijn persvrijheid te beknotten. En vertel mij liever of dat Paul hier al gepasseerd is met zijn stoeipoes. Wat kan u dat schelen? Omdat ik journaliste ben en dat is heet nieuws. Journalist? Jij? Ja, van het nieuwe clubblad. Dimitri, wat is uw indruk over Paul en zijn nieuwe vlam? Ik heb geen tijd. Het kost me geld, mijn gezever. Ja, Dimitri. Maar ik kan u ook geld laten verdienen, hè? Ah? Je weet toch dat journalisten hun informanten betalen. Serieus? Natuurlijk. Dat komt toch allemaal op mijn onkostenrekening. En dat is dan toch in het zwart? In het zwart? Waar heb je het nu weer over? Zwarte autobanden. Je bent toch weer geen vuile zaakjes aan het bekokstoven, hè, Dimitri? Hey, wat doet jij hier allemaal? Foto's aan het nemen voor het artikel van Carmen. Ah oh ja? Zou daar mij dan eens niet opzetten? In plaats van zo'n leeg olievat? Ja, wacht, maar dan neem ik even mijn breedhoeklens. Ah ja. Met Balthazar Boma, vleesindustrie en uitgeverij. Ah, meneer Boma, mijn artikel is klaar, hè. Het gaat over mijn hobby. Mag ik het eens voorlezen? Jij mocht dat voorlezen. De mens van tegenwoordig heeft een hobby nodig om zich te ontspannen. Mijn hobby is bezig zijn met vogelen. Hey, ik zeg, hey, mijn clubblad is een deftig blad, hè, joh. Geen vogelblad, hè. Binnen. Is dat hier bij Boma Balthazar? Ja, bij jezelf. Bij gedacht. Ik ben Patty van het modellenbureau Pin-up. Voor de blootfoto. Ik bedoel, je bent toch zeker dat je geen stagiair voetbaltrainer bent, hè? Ja, heel zeker. Wacht, ik zal direct de fotograaf opbellen. Een momentje. Hallo, Pascalke. Ja, is Mark thuis? Hoe die is op reportage? Ja, als hij terugkomt, wil ik hem dan direct naar hier sturen. Goed. Ik kom te bied. Ah, en wat moet ik dan ondertussen doen? Ik bedenk wel iets. Hé, kijk je mag, maar aanraken niet, hè. Ja, ik kan misschien bij wijze van opwarming eerst een paar kiekjes nemen. Oké. Okay. Zeg, welke camera gebruikt u? Digitaal, computer gestuurd of Hasselblad? Dat staat er niet op. Zij die stil. Ja. Die pose daar juist was precies toch beter bij gedacht. Is het zo dat je het wilt? Oh ja. Nu krijg ik er u helemaal op. Ja, maar lig stil. Amai, dat is heet nieuws. Carmen, dat is onbeleefd om de sleutel gaat kijken. Niet voor een journaliste. Zou je eens niet naar het vogeltje kijken, Patty? Zeg, zijt jij wel zeker dat dat allemaal gaat lukken met dat piepklein ding van u? Dat is niet primeur. Als moet kan ik altijd uitvergroten, hè. Stoever. Pak dat eens vast. Is het zo goed? Dat is niet bij u twee handen proberen. Zo. Wat gaat ons ma daarvan zeggen? Dat zal ik haar eens direct gaan vragen, ze. Is het zo dat je het wilt? Als moet kan ik altijd uitvergroten, hè. Pak dat eens vast.
Is het zo goed? Ik heb genoeg gehoord. De smeerlap. Ja, maar het beste moet nog komen, hè? Ja. Hoe kan hij mij dat aandoen? Ik... Ja, wacht. Als je commentaar gaat geven, wacht dan nog even. Pascal de Bakker, wilt je uw reactie op het bedrog van uw vriend nog eens herhalen voor onze lezers, alstublieft? Oh! Ja, ja, zoiets kan ik niet opschrijven, hè? Waar is de tijd dat we in het geheim afspraakjes maakten in de cinema, hè? Tja, van die films kan ik mij toch niet veel meer herinneren. Je bent nog niks veranderd, ja. En jij is toch goed met je kort haar? Oh, ja, dat is waar. Je hebt me nog gekend met mijn staart. Oh. Oh, ja, zeg gerustig. Ik heb in de broes op heel wat anders gelegen, hè. En dat ging ook. Seksmaniak. Bedankt dat ik in je bed mag liggen. Dat is het minste wat ik voor u kan doen. Dat zal wel in mijn infrastructuur. Kijk eens. Wat denk je hiervan? Oh, je gaat misschien niet geloven, maar daar heb ik nu echt zin in. Je ziet dat ik je nog altijd goed ken. Je kon er vroeger ook moeilijk afblijven. Dimitri! Huh? Wat staat hier weer te doen? Wat is dat? Wat is dat? Wat, hè? Ja, dat zie ik ook wel. Zijn iets te weten gekomen? Nee, zeker. Mijn oren taten er nog van. Serieus? Ik luister. Ja, maar eigenlijk kan ik dat niet doen, hè. Het geluk van mijn neefje in gevaar brengen. Zeg. Allee. Zeg, het was ongelooflijk, hè. Dat die twee allemaal uitgespookt hebben. Goede lieken, die zou er bottig van worden. Ja, kunt je wat meer details geven? Het polleke, die ging volledig uit zijn bolleke. Ja, wat wil je? Als je jaren met zo'n kwezel gelijk doortjes hebt opgescheept. Ja, maar het zou niet lang meer duren, hè. Nee. Weet je wat hij zei? Nee. Ik heb je nooit mogen verlaten. Oh. Jij bent de enige vrouw voor mij. Ja. Jij vergeet toch niet te liegen, onkel? Nee, nee, Paul. Paul. Ah, dag, madame, meneer, madame, de man. Jij gelooft die leugens toch niet, hè? Ik doe mijn werk in Polleke. En van werk gesproken, als je me nu wilt excuseren... Er is niks tussen Chris en mij. Verstaan? Alle twee, hè? En als ik één woord van die zeven lees, dan schrijf ik direct een artikel over al uw gesjoemel. Begrepen? Zeg, Carmijn, ik heb niks gezegd, hè. Ja, geef mijn 1000 frank dan terug, hè. Ja, maar... Of ik zeg het tegen u, ma. Maar... Hier. Ja... Dan zal ik zelf voor bewijzen moeten zorgen, hè. Is mijn wagen gerepareerd? Nee. En rijdt dat spel hier? Ja, voor 1000 frank per uur. Tuig, afzetter. Blijf eraf, ma. Je kunt er niet tegen. Dus toch. Je hebt dus al die jaren alles en iedereen bedrogen. Maar dat is niet waar. Ze hebben er trouwens zelf om gevraagd. Je moest u schamen. Jij hebt u daar niet mee te moeien. Ik ben uw secretaresse. En ik moei me met alles wat met uw zaak te maken heeft. Jawel, in dat geval ontsla ik u wegens algemene moeialerigheid. Oh, bon, dan ontsla ik u mij maar, hè. Zeg, waarom neemt jij die zware kast mee? Jij bent toch ontslagen? Als moeder mag ik mij toch wel interesseren voor de zaak van mijn zoon, zeker? Godzeg. Vast, hè? De oude wandel is thuis. Stop thuis. Ja, rijd er nog mee of wat? Daar zijn ze, Markske. Kijk, pas eens op met de kanon. Ze zijn er nog ergens tegen. Hoi. Oh. Het is niet waar, hè? Kom, Chris. Nog iets dichter, Carmen. Pas echt, riooljournalisten.
Goh, ah, hier, in mijn broek. Wat is er met u gebeurd? Oh, niks. Gewoon de goede naam van de pits een beetje door het slijk gehaald. Amai. Mark. Ja? Ik wil dat jij mij de waarheid zegt. Ja. Wart jij erbij toen Boma mij bedrogen heeft? Ja. Ja, maar hij heeft u niet bedrogen, hè? Dat was gewoon een fotomodel voor zijn charmebladzijde. Oh, wat een opluchting. Ja? Een fotomodel voor zijn charmebladzijde? Ja, in een schoon. Amai. En jij hebt daar foto's van getrokken? Ja. Allee, nee. Want ik bibberde te veel. Bibberen? Waarom? Ja, omdat ze geen kleren aan had. En wie heeft daar dan wel foto's van genomen? Ja, meneer Boma. Ah, meneer Boma. En hoeveel foto's heeft meneer Boma zoal genomen? Ja, ene voor het clubblad. En dan nog twee filmpjes voor eigen gebruik. Mag ik die foto's eens zien, Markske? Ja, maar die zijn nog niet ontwikkeld, hè? Mark geeft mij die foto's. Ja, maar... Oh. Mark. Heel schone foto's. Ma. Mark Vertongen? Markske, de man die ik moet hebben. Zeg, kameraad, ik reken op u voor die foto van mijn penalty, hè? Ja, meneer Boma. Zijn ze nog niet ontwikkeld, want ik zou ze graag eens zien. Ja, maar ze zijn precies een beetje overbelicht. Ja, ik heb voor 9000 frank wisselstukken moeten steken. Voor 9000 frank? Nee, omdat jij het zei, voor 7500 frank. Ja, zeg, dat is nog genoeg, hè? Allee, 7400 frank. Ja, dat is mijn laagste prijs. Ja. Jij ruïneert mij nog. Ja. Ja. Hij staat buiten klaar. Was dat Xavier niet? Xavier, waar? Hij moest u 3000 frank. Ja, maar hij heeft te veel betaald. Ik ging het hem juist teruggeven. Lambrechtief, alsjeblieft. Waterslagers Xavier, 13.700 frank. Merci, madame. Dat is pas nieuws, hè? Ja, moest het in de gazet staan, geen mens zou het geloven. Pascalke, over die charmebladzijde, ik moet u bekennen dat ik iemand anders heb genomen. Ik weet het, Balthazar. En ik begrijp waarom jij dat gedaan hebt. Ah bon? Ja, maar als je maar niet kwaad bent op mij, hè? Maar natuurlijk niet, Balthazar. Het is toch uw schuld niet dat er zoveel concurrentie is in de perswereld, hè? Mijn gedacht. Alarm! Ze hebben mijn zwarte kast gestolen. Maar nee, Dimitri, die staat hier veilig bij mij. Hier, dat is van u. Wat zijt je aan het doen? Ik ben u aan het helpen. Aan het helpen? Ja. Jij ging Xavier toch terugbetalen? Ik doe het in uw plaats. En ik betaal ineens alles terug wat jij de laatste maanden aan de mensen te veel hebt aangerekend. Maar dat is broodroof. Stop er onmiddellijk mee. Ik ben uw secretaresse niet meer. Jij kunt mij niet meer commanderen. Je bent terug aangenomen. Kom, geef dat kistje hier. Alsjeblieft. Maar blijf, je mama! En nu mee naar huis! Jongens, bedankt! Daar ben je eens een aardig woordje gaan spreken. Ja! Maar Dimitri, moet je geen nummer van ons clubblad kopen? Op blaf! Dimitri, met twee woorden spreken. Kom maar niet vooruit. Ma. En, het is klaar. Oh. Voilà. Beste vrienden, dit is een belangrijk moment in de historiesteek van de ploeg. Laat dit een nieuw begin zijn van een nieuwe start. En voor ons allemaal. Ik presenteer u de eerste editie van Penalty. Bravo. Maar zeg, die kop komt mij bekend voor. Wiens magazine is watergeslagen. Wat is dat hier? Eet gezond. Steek geen bomaworst in uw mond. Bom de trainerie. Ja, ik moest toch over worsten schrijven? Ja, maar je moet toch geen anti-reclame maken? Nou, wie gaat er nu van mijn worsten nog willen eten? Evenveel mensen als ervoor. Nee. Society. Society niet. Amelia. Het seksleven van Balthazar Boma. Ja. Zakenman is seksmaniak, ondanks zijn piepklein ding. Ja. Dat is lastig. Wie heeft dat gebeurd? WC.
Waterslagen heeft Carmen. Je bent ontslagen bij al uw vuile roddels. Zeg, een stukje dictator. Jij hebt geen respect voor persvrijheid. Dan had je beter toch mijn vogelartikel gepubliceerd. Maxke, we hebben toch een beetje penalty, hè? Ja, ja. Hier. Mo. Waar is Patty? Balthazar, goed gekozen. Ze is veel charmanter dan ik.